zit hierin als een 1 seconde als stewardess? Ik speel in de film eigenlijk mezelf. Er is heel veel te doen geweest over de dochter van Piet Veerman. Ik was een soort mislukte tweelingbroer van. Licht steeds daar. Kan hij nog slapen? Of is het toch een beetje... Nou, ik denk dat het vanaf nu wat lastiger wordt, maar tot op heden ging het goed. Ja. Ja. Nee, dit is wel echt ongeveer... dit heeft wel de spanning een beetje erin gebracht, ja. Zo nu ik het gezien heb, de hele ambiance. Het is ongelooflijk feestelijk en heel leuk en er is heel veel pers. En dat wordt zaterdag wel heel spannend. Nou, eigenlijk had ik geen verwachtingen van mijn regiedebuut, want ik ben natuurlijk toch een beetje een soort van veredeld amateur wat regisseren betreft. Ik heb opleiding nog ervaring. Dit is het. En wat het is, is het. En daar ben ik super trots op. Hoeveel reclame toen zou je op kunnen noemen? Bij Videoland. Echt Hema. 15? Zo weinig. Ja. Ik ken wel 22 verschillende paardensoorten. Oké, best veel. Ja. Bouwmarkten? Bouwmarkten. 7. 8. Horen. Hubo, Praxis, Boom en Bouma. Die spelletjes, ik speelde tijdens het schrijven, speelde ik s'avonds Othello in de Schouwburgen. En op de weg terug deden we altijd met acteurs dit spelletje in de bus. Bijvoorbeeld wat ik de leukste vond, hoeveel vieze gerechten ken je van de snackbar? Nou, je kan echt een hele tijd doorgaan. Een Magnum. Met mayo? Yes! En kleine stukjes augurk. Pikkeld. 14. Een Magnum met mayo en kleine stukjes agurk. Yes. Nou, dat heb ik echt nog nooit besteld. Sorry hoor. Echt niet, zonde. Ja, dag. Dat was de pruik van Bragga van Doesburg in Moordwijven. En dat mag je dit echt nooit vertellen. Hoezo niet? De Carolina mag niet vermoord worden. Nee, het was niet dezelfde pruik, maar het was zeg maar hetzelfde model. En maar zij wilden ook überhaupt natuurlijk dat het hetzelfde is. Dus het is ook wel anders. Dat is geïnspireerd op. Het staat de pruik uit te proberen. En het lastige is bij Katja, dat ze blijft, wat je er ook opzet, vaak heel knap. Dat is ook helemaal niet lastig in het dagelijks leven. Sterker nog, het tegenovergestelde. Maar in dit geval was dat wel lastig. En die pruik van Bragga die lag daar. Dus zei ik, zet die eens op. En dat is eigenlijk de enige pruik, het enige model, waardoor Katja een soort van sufferigheid over zich kreeg. En een hele soort van peper- en zoutachtige kleur. Niks kleur van gemaakt. Aan de onderkant, ja. Weet je, we hadden al lang naar de kapper moeten gaan. Maar ja. Het zag er echt wel best wel echt niet uit. En dan gewoon geen make-up, een hele lelijke badje en een sloffen. Dat is hoe ik eruit zie in de film. Op een gegeven moment heb ik dan nog een heel erg goed pakje gescoord. Dat is dan een voetbaloutfit. Maar ik wilde het steeds erger, want ik begon toen de lol er heel erg van in te zien. Ja. Ja. En nog steeds. Nou ja, je ziet het. Ja, ik is nog steeds niet zo. Ziet er niet uit. Ik moet nu naar de Schouwburg, want ik wil heel graag het beeld en het geluid checken. Ik vond het eigenlijk heel erg prettig om zoveel tijd in een auto door te brengen met Thijs en Katja. Ja. Dus we hebben een lange vakantie gepland voor de komende zomer. Ja, we gaan op wereldreis. we prefereren de laatste auto ook wel. Ja. Nee, ik niet echt. Hè, want nee? ik was echt wel een beetje de vliegenvanger. Ja, okay. Ik stak echt met mijn hoofd bovenuit, want dat had namelijk geen achterbank. Maar dat was niet echt een reden om de auto niet te nemen, schijnbaar. Dus ik zat op een hoedenplank mijn mond dicht te houden tegen alle vliegen. Nee, dus ik vond de eerste auto eigenlijk wel best. Daar heeft wel heel erg moeten lijden hoor, voor deze film. Ja. Kunst is lijden, kunst is lijden. Ja. Ze is gewoon een hard ze doet vak, zich nu stoerder voor dan ze eigenlijk was hoor. Nee, dat is niet waar. Ja, het mag nu ook wel. Ik ben er wel klaar voor. Laten we maar beginnen. Geld erop.
Ik ben wel blij. Nog een beetje verdwaasd, eerlijk gezegd. Het is wel een heftige film. Realiseer je dan toch weer. Heel emotioneel. Dus ik ben nog eigenlijk een beetje zit in de naweeën daarvan. Ik zit toch echt wel vol adrenaline. Ik hoef alleen maar te kijken let natuurlijk. Hè? Dus ik heb verder geen inspanning hoeven leveren. Maar ik zit toch vol adrenaline. Het is wel even wat anders of je er met 10 mensen zit te kijken. Wat ik dan de afgelopen tijd een paar keer heb gedaan natuurlijk. Of dat er opeens 900 man mee zitten te kijken. Dat is wel... Ik had het nog niet definitief afgezien. En zeker niet met het geluid. Het geluid is zo fantastisch. Jeetje, dat klinkt prachtig. En dat tilt die film nog eenmaal echt zo op. Het is extreem stilistisch. En dat zit hem ook inderdaad in de shots. Maar in de dialogen. In de verschillende scènes. Alles komt eigenlijk. Alles passeert op de film. Het is een gekke film. En waar je als het goed is een beetje uit moet komen met een wonderlijk gevoel. Wel vrolijk, maar wat je nou precies gezien hebt. En zo voel ik me wel. Dus bij mijzelf is het geslaagd in ieder geval. Ik hoop dat mensen zullen zeggen, jeetje, wat prachtig, wat fijn, verfrissend anders.